Daar gaat opeens een hoofdjeugdopleiding weg. Dan schrik ik altijd en denk ik, dat is een continuïteitsbaan. Maar William Vloed ziet de trein die NEC heeft voorbij komen en is weg. Dat is slecht voor PSV, Ronald. Nou, ik vind het een enorm gemis dat hij weggaat. Want jij hebt gewerkt met hem, zeg maar. Je hebt zo vrijwilliger. Nu ja, oké, maar goed. Ja, klopt. Ik ben enorm van hem onder indruk. En ja, wat ik al zeg, ik vind het een enorm gemis voor PSV. Hij was veel eisend, hè. Hij wilde alle wedstrijden laten opnemen van de F'jes tot en met de A'tjes. En, videoanalyse maken. Ja, maar dat kostte dan €10.000 per weekend. Ja, dat zag de leiding niet zitten. En ja, daardoor is hij ook wel een tikje om. Jij was niet zo'n vloedfan, maar je hebt hem meegemaakt bij de club Sparta. Kijk, als je aan mij vraagt, NEC, hè, die zijn vorige week geïnteresseerd in Ko Adriaanse. Dat vind ik een goede trainer, zoals ik Van Gaal een goede trainer vind. En Guus Hiddink. Met alle respect, Vloed is misschien tweede, derde categorie daarachter. Nou, ik vind het niet van ambitie. Ze hebben ook met Gerard van der Lem gesproken en men zegt dat er ook nog met Van Hanegem is gesproken. Ja, dat heb ik ook gehoord van Hanig. Maar ik denk dan, dat getuigt niet van ambitie van NEC om, als je Ko Adriaanse wil hebben of Van Hanig, en dan daarna bij Vloed uitkomt. Maar hij heeft overal toch wel goed gepresteerd. Aardig. Nee, goed. Kijk, je krijgt een perfecte organisator. Absoluut. Je krijgt een bezeten man. Alleen, er zijn ook mensen die echt knettergek van hem worden. Het is zo'n bezetenheid die ja, bijna overweldigd. Ja, dat sommige mensen kunnen er niet tegen. Maar als je zijn lijstje ziet, hij heeft zich keurig gehandhaafd met Sparta. Hij heeft het bij Roda heeft Roda hij het heel aardig gedaan. Ja. En dus, bij ADO gepromoveerd, hoewel het seizoen bij ADO niet zo geweldig was. Ja. Maar dat had natuurlijk ook wel een andere reden. Ja. Maar goed, ik heb hem even 3 maanden nu meegemaakt in de jeugdopleiding. Hij heeft daar echt iets neergezet. En ja, ik vind het ook wel jammer van PSV dat ze hem zo makkelijk laten gaan. Het is absoluut altijd de wisselwerking. Het is niet de een die zegt dit en de ander zegt dat. In mijn ogen had PSV iets meer moeite mogen doen om hem te houden. En hij misschien iets beter of iets, ja, toch iets langer op die stoel blijven zitten. Want het zijn natuurlijk wel banen die, ja, je zou willen dat er iemand 10 jaar nou, doet. Ik dacht, dat is nou een mooie club voor Ron Jans. Zet er voor dit seizoen, kijk, NEC heeft een heel aardige selectie. Vloed moet ze er nu gewoon inhouden. Nou, zit daar een interim trainer of een trainer die werkloos is, die houdt ze er ook in. En dan trek je Ron Jans aan. En dan heb je ambitie. Want Ron Jans is met alle, hè, toch, heeft toch een mooiere staat van dienst bij Groningen. Dan, ja, maar Ron Jans, zou die dat doen? Die zou hij wel naar het buitenland willen. Ja, denk ik wel. Die wil ook eens een ambitiegrens een beetje opzoeken, kijken wat hij kan. En dan komt hij eigenlijk een beetje in de dan vind ik NEC eigenlijk nee, net iets minder dan Groningen. Ja, dat kan bij Groningen. Dan Vloed ook. Ik denk dat ik snap je wel. En ik vind het ook wel leuk, want ik heb extra die status even laten uitdraaien. Ik denk dat hij kan wel met moeilijke jongens omgaan, want als Ricky van den Berg bij Vloed in het gareel loopt, dan zegt dat wat over de kwaliteiten van Vloed. Dus ik weet niet of ze een lastige selectie hebben in NEC. Ja, tuurlijk, ze hebben daar. Maar daar kan hij heel goed mee omgaan, lastige jongens. Dus boefjes als hij, ik weet niet of ze nog ambitie hebben om ooit bij NEC te spelen. Nee, maar een beetje beneden je stand, hè? Nee, maar in het veld, in het team ben ik geen. Maar Hugo, het is dus gewoon een goede keus. In Voorburg, de Negido, Den Haag, Ajax, Twente, HSV. Wat zou over een aantal jaren jouw volgende stap zijn? Van welk shirt droom je? Engeland. Ja? Engelse club.